Hey lieve vrienden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is er weer een koken met Rodi en Jordi. Ik bedoel natuurlijk Effie en Jordi, maar Rodi en Odessa zijn er ook. We hebben gasten zoals jullie misschien al... Odessa doet een beetje raar. Ik doe niks. Nee. Deze. Oh, daar ben je. Ik kijk alleen. Oké, helemaal prima. We hebben gasten, we gaan vandaag... mosseltjes klaarmaken. Ik heb het één keer eerder gedaan, dus hopen dat het deze keer ook gaat lukken. Dus nou, laten we ze eerst gewoon controleren en schoon gaan maken. Tuurlijk, anders past het in een bakje. Hoe was de datum? 24/10. Nou, dat is verpakdatum dan. Oh, wacht, 31. Eens even kijken. En 30. Oh, dat is pas volgende week. Ja, het is allemaal goed bezig. Kijk, mosseltjes die leven nog een soort van volgens mij. Ze kunnen wel open en dicht gaan nog. Ze leven niet. Ja, het ruikt echt naar de Noordzee. Even ruiken? Ja, geur aan televisie zou niet een uitkomst zijn nu. Wij gaan 4 kilo mosselen maken. Even kijken, hoe deed het ook weer? Moet het dan even in de pan? Ja, het moet even schoongespoeld worden. Moet even een bak hebben, die vergiet. Dat was wel handig inderdaad. Toch wel, hè? Ja, toch wel, maar die moet niet in het water blijven staan. En dit is een bak voor de vieze kapotten. En ze moeten openbarsten? Nee, open? Ze moeten dicht gaan. Kijk, nou is die dicht. Even kijken. Oeh, nee. Deze is ook dicht, toch? Ja. Nou, daar blaast zo niet veel over, hè? Nee, dat is juist... Nee. Ja, dat eruit. Boter in de pan, want alle mosselen zijn gecontroleerd en de vieze oude mosselen zijn eruit gehaald. En we gaan nu even een uitje fruiten erin. Van uienringen, zo hoef ik denk ik niet zo heel veel. Hupsakee, kom maar op met ui. Gooi er maar in. Een beetje losmaken. We maken er gewoon een groentesoep van. Hier opletten. Die gaat wel een beetje te hard. Oh, sorry. Camera. Ik sta altijd in de weg, hè? Camera luid. Camera luid van altijd in de weg. En hier van de uien. Hupsakee. Moet je huilen? Oh. Ik zou wel het ieder van Rodi zijn hoofd worden, namelijk. Jij gooit het er zo in. Ja, jij wordt een mondje gekregen, hè? Hoe de kok het zegt krijgt. Stamppot uit. Ja, is het stamppot geworden of... Ja, we moeten leven. Wat een agressie. Doei, wijn. Wijn? Wat voor aanvraag heb jij gedaan? Je moet weinig gebaar boter hebben drinken. Weer, tada! Hé, hey, wat doe jij? Jullie pannen? Wat? Wat is er goed erbij? Ja, ik heb geen zand van mijn koek. Ik doe ook vast even de aardappeltjes erin. Ja, ik pak die nog een beetje mee, die komt dus. Gooi er maar bij. Gaan jullie mij even lekker opeten? Oh, de wijn moet erbij. Moet ik dan niet ergens open zijn? Huh? Nee, maar gaat gewoon nu weer open. Hups, okay. Moet echt zo weinig wijn in? Een glas. Huh? Is dat voor het glas? Nou ja. Moet er geen water bij? Nee, dit is het. Moet hij nou nog eens een glas? Veel meer. Een biertje, maar dat is ongeveer ook... Eén biertje. Heel anders gooi ik de rest er ook bij, toch?
Nee, maar er komt nog helemaal vocht van die mossels. Die laat ook vocht los, hè? Dat is goed. Hoeveel zit er nu niet bij? In liter? Dat is 75 milliliter. Mosselvocht. Nog maar een scheutje. Overal. Een scheutje bij een alcoholist vragen is nooit handig. Oké, doe het zo. En hoe gaat het hiermee? Ja, vast wel goed. Het zit heel veel schil elkaar, jongen. Wat is er met de wereld aan de hand? Ja, dan gaan we de mosselen erbij gooien. En dan moeten we af en toe even roeren. Of schudden. Nou, dan moet hij een beetje op matig vuur volgens mij. Dat is niet hoog. Ja, dat kan ook nog wel, ja. Niet te hoog, hoor. Hupsakee, nou is het wachten. Gaan we tafel dekken. Hey. Doei. Ja, wat zeg je allemaal eigenlijk? Hou je weg! Kan er ook ondertiteling niet onder zo? Nou hoor, dat heeft me goed. Oh, je bent al dan? Ja, ik was aan het filmen. Hallo, Lip! Effie zat er ook eens met, naar mijn mening. Zijn ze lekker open allemaal? Ik zal ze nog even één keer goed doorschudden. Want onder zit natuurlijk de warmte. Dus dat... Ja, gaan we nog even doen. Wat doe je dat serieus? Wat? Maar doe je dat? Oh, wat doet het serieus? Je hebt het altijd al serieus in mijn leven. Ja, ze zijn gewoon klaar ook, mensen. Nou, laat ze even zien. Oh. Lekker, lekker. Oh, het ruikt zwaar naar wijn. Alleen de alcohol is eruit gekookt. Dat is het jammer van het verhaal. Nou, we gaan lekker eten. Pas erop. Handjes draaien. Ik wil het niet meenemen. Bedankt. Oei, 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 oei. En nummer 2, in totaal 4 kilo. Aan mosselen alleen, ja, de schelpenbeek is ook mee in het gewicht. Dus wat je uiteindelijk overhoudt is niet zoveel. Het wordt echt niet. Rodi vindt mosseltjes super lekker. Effie ook, en ik ook. Alleen Odessa heeft ze nog nooit gehad. We hebben voor de zekerheid loempia's voor Odessa. Maar, ja, eet ze maar eens. Ze heeft de cola al klaarstaan, volgens mij. Maar ik kan gewoon openbreken. Nou komt het moment. Soms zijn oranje. Soms zijn oranje, soms zijn geel. Dat maakt allemaal niet uit. Oh, met meteen ui erbij. Is het niet goed? Nee, je moet even zonder ui. Okay. Anders smaakt het straks nog meer naar ui dan. Je moet eerst alleen de smaak van de mossel hebben. Mm. Het is gewoon een soort stukje kip of zo. Ik vind niet. Het smaakt ook niet echt naar vis of iets. Is het vies? Ja. Nee. Oké, okay, we doen de open voor jou aan. Is goed? Ja hoor. Maar hij is gewoon groot. Nou, dan maar de lumpia's aan voor Odessa, 250 gram. Het was zo gezellig die avond dat we gewoon vergeten zijn de outro op te nemen. Daarom even op deze manier. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet vooral dan niet te abonneren en dat blauwe duimpje omhoog doen. En gewoon aankomende vrijdag weer te kijken. Dan beginnen we met de Turkije video's. En dit was het voor nu, mensen. Ik check jullie later.